Hallo allemaal en welkom bij weer een gloednieuwe editie van de Zoveelste Quiz. Deze keer weer een grote pubquiz. Wil je geen enkele quiz meer missen, druk dan snel op de abonneerknop hier beneden. En dan gaan we nu door naar de uitleg. Er komen in deze quiz 50 vragen verdeeld over 5 rondes voorbij. De antwoorden komen meteen na iedere ronde, maar let op. Want alleen bij de muziekronde komen ze meteen na de vraag. Probeer zoveel mogelijk vragen goed te hebben en deel je scoren in de reacties. En er zijn nog de rondes films en series, sport, wie is het, algemene kennis en dus muziek. En dan gaan we meteen door naar ronde nummer 1, films en series. En dan dus ook vraag 1. Van welke film zie je hier een deel van de cast? Dus schrijf je antwoord op, zet je antwoord in je telefoon en dan gaan we nu meteen door naar vraag nummer 2. Van welke film zie je hier een stukje trailer? Boys are so silly. This is what I'm talking about. Just like a dream. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Yep. Dan vraag nummer 3. Koppel de Funko Pop aan de serie. Dus doe het als volgt. 1 is A, 2 is B, 3 is C, 4 is D. Dat zijn dus niet de antwoorden. Zoek het zelf maar uit. Komt-ie. Ja, en dan gaan we door naar vraag nummer 4. Van welke serie zie je hier een stukje trailer? Your children bicker constantly. Yeah, and we drive each other crazy. But when things go to hell, they're there for me. En dan vraag 5. Welk woord krijg je als je de eerste letter pakt van de titels van de films die je ziet? Je vraag 6. Bij welke film hoort de soundtrack die je nu gaat horen? En dan vraag 7. Van welke serie zie je hier een deel van de cast? Dan vraag 8. Bij welke Nederlandse serie hoort deze soundtrack? Yes, en dan vraag 9. Van welke film is deze scène? En vraag 10. Van welke film zie je hier een deel van de cast? Yes, dan is het nu tijd om al je antwoorden te verzamelen. En dan gaan we door naar de antwoorden van ronde 1. Here we go.
Bij vraag 1, van welke film zie je hier een deel van de cast, was dat Mission Impossible, de allereerste. Vraag 2, van welke film zag je hier een stukje trailer, dat was van Deadpool en Wolverine. Vraag 3, koppel de Funko Pop aan de serie, en dat was 1C, 2A, 3D en 4B. Dan vraag 4. Van welke serie zag je hier een stukje trailer? Dat was van de Umbrella Academy. Om precies te zijn, seizoen 4. Vraag 5. Van welk woord krijg je als je de eerste letter pakt van de titels van de films die je ziet? Nou, de eerste film was Scream, dan Taken, Aladdin en Dawn of the Dead. En dan krijg je Stad. Vraag 6. Bij welke film hoorde deze soundtrack? En dat was dus The Gladiator. Vraag 7. Van welke serie zag je hier een deel van de cast? En That 70's Show. Als je That 90's Show ook hebt, die is ook prima. Vraag 8. Bij welke Nederlandse serie hoorde deze soundtrack? Dat is dus Costa, de serie. Vraag 9. Van welke film was deze scène? Die was van Sherlock Holmes. Vraag 10. Van welke film zag je hier een deel van de cast? Dat was van Shaun of the Dead. En dan gaan we door naar ronde 2. Sport. Vraag 11. Hoeveel punten is er hier op dit dartbord gegooid in totaal? En dan vraag 12. Voor welk gezamenlijk team hebben deze coureurs ooit in de Formule 1 gereden? Dan vraag 13. Hoe heet deze snowboarder? Dit is één van de bekendste snowboarders van Nederland. Dus diegene die op links ligt. Dan vraag 14. Welke sport hebben deze vier mensen met elkaar gemeen? Dan vraag 15. Wat zijn de voor- en de achternaam van deze bekende kickbokser? Je krijgt een aantal vragen over dit filmpje, dus let goed op. En his sixth major tournament. A cool head on a big occasion. Ball as well. Oh, the header. Oh my word. Robben looking to reach and does. His second touch puts him in range. His third. Here's Wesley Snyder with the cross. Oh, it's bubbled in. Bubbled in on the far post. Casillas has to hurry. Dispossessed. It's a fourth! Unbelievable! Controls! Robin! Robin! Is it! Yes, dan vraag 16. Uit welk jaar was deze WK-wedstrijd? Dan vraag 17. In welk land vond het WK toentertijd plaats?
Dan vraag 18. Welke Nederlandse zwemmer won goud op de 100 meter vrije slag bij de Olympische Spelen van 2000? Vraag 19. Hoeveel spelers zijn er in een reguliere basketbalwedstrijd op het veld te vinden? En dan vraag 20. In welke sport wordt de term love gebruikt voor een score van 0? Yes, en dan gaan we nu door naar de antwoorden van ronde 2. En dan vraag 11. Hoeveel punten is er hier op dit dartbord gegooid? En het antwoord was 108. Vraag 12. Voor welk gezamenlijk team hebben deze coureurs ooit gereden? En dat was Red Bull Racing. Vraag 13. Hoe heet deze snowboarder? Dat was Nicolien Sauerbrei. Dan vraag 14. Welke sport hebben deze vier mensen met elkaar gemeen? Dat is voetbal. Vraag 15. Wat zijn de voor- en achternaam van deze bekende kickbokser? Dat is Nicky Hultsken. Vraag 16. Uit welk jaar was deze WK-wedstrijd? Dat was uit 2014. Vraag 17. In welk land vond het WK toen op tijd plaats? Dat was in Brazilië. Vraag 18. Welke Nederlandse zwemmer won goud op de 100 meter vrije slag bij de Olympische Spelen van 2000? Dat was Pieter van den Hogeband. Vraag 19. Hoeveel spelers zijn er in een reguliere basketbalwedstrijd op het veld te vinden? Dat zijn er 10 in totaal. 5 spelers per team. Dan vraag 20. In welke sport wordt de term love gebruikt voor een score van 0? En dat is dus tennis. Dames en heren, we gaan nog door naar ronde 3. Wie is het? Vraag 21. Je ziet hieronder 10 beschrijvingen die met een bekend iemand te maken hebben. Wie bedoel ik? En dan zoek ik de voor- en de achternaam. Vraag 22. Welke voetballer zie je hier in zijn jongere jaren weer voor- en achternaam? Vraag 23. Welke acteur hoor je hier praten? En weer zoek ik de voor- en de achternaam. Until that dog arrived on my doorstep. A final gift for my wife. Vraag 24. Welke overleden beroemdheid is nagebootst in deze bewerkte foto naar tegenwoordige tijd? En zoek weer de voor- en de achternaam. En dan vraag 25. Welke acteur zie je hier voor- en achternaam? Vraag 26. Welke zangeres hoor je hier praten? Almost every single person that I've come in contact with in the music industry has told me that my nose is too big and that I won't make it.
Vraag 27. Je ziet hieronder weer 10 beschrijvingen die met een bekend iemand te maken hebben. Wie bedoel ik? Vraag 28. Welke overleden beroemdheid is nagebootst in deze bewerkte foto naar tegenwoordige tijd? Zoek weer de voor- en de achternaam. Vraag 29. Welke zangeres zie je hier in haar jongere jaren? En zoek de voor- en de achternaam. En de laatste vraag van deze ronde, vraag 30. Welke zangeres zie je hier zonder make-up? Ja, en dan gaan we nu door naar de antwoorden van de ronde. Wie is het? De antwoorden zijn... Je ziet hieronder 10 beschrijvingen die met een bekend iemand te maken hebben. Wie bedoelde ik? Ja, beroemde vader. Hij heeft afgelopen jaar een kankerdiagnose gekregen. Hij heeft verschillende talentenjachten gepresenteerd en ook gejureerd. Is radio-dj geweest. Verteller in The Passion. Dit is niemand minder dan Martijn Krabbe. Vraag 22. Welke voetballer zie je hier in zijn jongere jaren? Dit was Andy van der Meijden. Vraag 23. Welke acteur hoorde je hier praten? Until that dog arrived on my doorstep. Dat was Keanu Reeves. Vraag 24. Welke overleden beroemdheid is nagebootst in deze bewerkte foto naar tegenwoordige tijd? Dat is Marilyn Monroe. Vraag 25. Welke acteur zag je hier? Dat is Will Smith. Vraag 26. Welke zangeres hoorde je praten? Almost every single person that I've... Ja, dat was Lady Gaga. Vraag 27. Je ziet hieronder weer 10 beschrijvingen die met een bekend iemand te maken hadden. Wie bedoelde ik? Ja, ze is zangeres, actrice, geboren in 1954. Ze heeft geacteerd in de film Hondenponnetje. In goede tijden, slechte tijden heeft ze op dit moment Parkinson. De Masked Singer was de Octopus. Ze zingt jazz. Dit is Jette van der Meij. Vraag 28. Welke overleden beroemdheid is nagebootst in deze bewerkte foto naar tegenwoordige tijd? Dit is Patrick Swayze. Vraag 29. Welke zangeres zag je hier in de jongere jaren? Dat is Katy Perry. En vraag 30, de vrouw zonder make-up, dat was Adele. En dan gaan we door naar ronde 4, algemene kennis. Dus hier kunnen vragen voorbij komen, het kan alle kanten opgaan. Vraag 31, hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? Vraag 32. In welk jaar landde de eerste mens op de maan? Dan vraag 33. Van welke stad zie je deze droombeelden? Dan vraag 34. Hoe heet het grootste eiland van Griekenland? Is dat A. Kreta, B. Rhodos, C. Santorini of D. Corfu?
Vraag 35. Hoeveel tijdzones heeft Rusland? Zijn dat er A3, B5, C8 of D11? Dan vraag 36. Wat is de meest voorkomende achternaam in China? Vraag 37. Wat zijn de kleuren van de navigatielichten op een boot aan stuurboord en bakboord? Ging er heerlijk hard aan toe. Vraag 38. Welke schilder schilderde het werk Meisje met de parel? Dan vraag 39. Welke Nederlandse stad staat bekend om zijn universiteit, opgericht in 1575? Vraag 40. Wat is de chemische formule van koolstofdioxide? En dan gaan we snel door naar de antwoorden voor ronde 4. Bij vraag 31. Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? Dat zijn er 21. Vraag 32. In welk jaar landde de eerste mens op de maan? Dat was in 1969. Vraag 33. Van welke stad zag je hier deze droombeelden? Dat was Berlijn. Vraag 34. Hoe heette het grootste eiland van Griekenland? Dat is A. Kreta. Vraag 35. Hoeveel tijdzones heeft Rusland? Dat zijn er D11. Vraag 36. Wat is de meest voorkomende achternaam in China? Dat is Li. Vraag 37. Wat zijn de kleuren van de navigatielicht op een boot aan stuurboord en bakboord? Groen voor stuurboord en rood voor bakboord. Vraag 38. Welke schilder schilderde het werk Meisje met de parel? Dat is Johannes Vermeer. Vraag 39. Welke Nederlandse stad staat bekend om zijn universiteit, opgericht in 1575? Dat is Leiden. En dan vraag 40. Wat is de chemische formule van koolstofdioxide? Dat is CO2. Door naar ronde 5, muziek. En let eens op, de antwoorden komen in deze ronde meteen na de vraag. Vraag 41. Welk bekend liedje en van welke artiest heeft AI hier volledig getransformeerd naar een ander muziekgenre? Yes, en dat is André Hazes met Een Beetje Verliefd. Vraag 42. Wie is de originele artiest en wat is de titel van het liedje? And I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I Dat is Callum Scott met You Are The Reason. Vraag 43.
Welke vijf liedjes hoor je in dit korte stukje voorbij komen? En dan zoek ik de titels en de artiesten. Stop copying me. Hey! Why you gotta be so rude? Now I'm not trying to be rude, but do you mean? Is it too late now to say sorry? No. Phew. Sorry. Feels good to get that off your chest. Nog maar een keer doen. Stop copying me. Hey! Why you gotta be so rude? Now I'm not trying to be rude, but do you mean? Is it too late now to say sorry? No. Phew. Sorry. Feels good to get that off your chest. Ja, en de antwoorden zijn... Het begon met Magic and Wood. Daarna R. Kelly met Ignition. Justin Bieber met What Do You Mean? Justin Bieber met Sorry. En Meghan Trainor met No. Vraag 44. Welke bekende musical actrice zie je hier een liedje van Miley Cyrus zingen? Yes, dat is Vianne van den Bosch. Vraag 45. Ik zoek de titel en de artiest van deze versnelde versie van een liedje. Yes, en dit was... Bruno Mars met Grenade. Vraag 46. Wat is de titel en van wie is het origineel? I need to go. There's no time. I'll never go. Cherry, cherry lady. Going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Yes, het origineel is van Modern Talking en het liedje heet Cherry Cherry Lady. Vraag 47, bij welke band hoort deze albumhoes? Deze albumhoes hoort bij de band Muse. Vraag 48. Welk liedje hoor je hier in een bluegrass versie gezet en naar het Nederlands vertaald door AI? Dus ik zoek gewoon de titel en het artiest en de artiest van deze versie. Hallo beste mens, mijn oude vriend. Ik ben gekomen om weer met je te praten. Omdat een beeld zachtjes kruipend zijn zaadjes af te leren. Ik sleep. En het beeld dat in mijn hersenen werd geplant blijft nog steeds binnen het geluid van de stilte. Yes, en het antwoord is Simon & Garfunkel met The Sound of Silence. Vraag 49. Wat is de titel en van wie is het origineel? Ja, en het origineel is van Oasis met Don't Look Back in Anger. Dan de allerlaatste vraag van deze pubquiz, vraag 50. Je hoort nu een instrumentaal stukje van een liedje. Weet jij van welke artiest en wat de titel is?
Yes, dit was Frank Sinatra met My Way. Dames en heren, jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het meespelen. Vergeet niet even op de duimpje omhoog te klikken, je score achter te laten en te abonneren voor meer quizzen. En dan zie ik jullie graag een volgende keer. Bye bye.